Vorig jaar won PEC Zwolle hier met 10-2. Nu eens kijken of het PEC Zwolle van nu die prestatie kan verbeteren. De start is in ieder geval goed. De vroege 2-0 van Dennis Mamoudov. Inderdaad de 2-0, want de 1-0 van Karagounis hebben we helaas niet op beeld. Maar de Zwolstrein dendert door met weer Dennis Mamoudov. Zijn bal breed wordt ongelukkig in het eigen doel gelopen door Maurice van Raalte. En dan leidt PEC Zwolle met 3-0. Bij PEC twee nieuwelingen in de basis. Op het middenveld Ben Rienstra, overgekomen van Heracles. En Boy de Jong komt van Feyenoord, is de derde keeper. Hij staat onder de lat. En heeft een behoorlijk rustige middag tegen Olympia 28, dat vorig jaar gedegradeerd is uit de zaterdag tweede klasse. Dit is Pereira met een handige actie langs één tegenstander. Zoekt een ruimte voor de voorzet en daar is meteen ook de 4-0. Lijkt weer een eigen doelpunt, ditmaal van Westra. Maar het goede voorbereidende werk was dus van Pereira. En zo is PEC Zwolle, dat 5 dagen in training is, oppermachtig in Hasselt. Karagounis krijgt alle tijd om een vrije man te zoeken. Die wordt gevonden in de persoon van Dennis Mamoudov. En hij scoort dus een tweede van de middag. 5-0 na 20 minuten. Een flinke afstraffing dreigt dus voor Olympia 28, dit jaar getraind door Melchior Schoenmakers. Oud-speler onder meer van FC Groningen, oude bekende dus van trainer Ron Jans en ook van Joost Broersen, met wie hij nog heeft samengespeeld. En diezelfde Joost Broersen maakt er nu 6-0 van. Is attent na een afgeslagen hoekschop. En staat nu ook aan de basis van de volgende aanval. Karagounis omspeelt de keeper en bedient dan Dimitrios Vervelis. De proefspeler van PEC Zwolle in de punt van de aanval. Komt uit de jeugdopleiding van Werder Bremen. 21 jaar oud, speelde de laatste 2 jaar voor Koblenz. En hij krijgt nu 2 weken de tijd om zich te bewijzen bij PEC Zwolle. En pikt in ieder geval een doelpuntje mee. Mamoudov, Vervelis. En ook hij scoort zijn tweede van de middag. 8-0 voor PEC Zwolle. Raymond van Til, de keeper van Olympia. Kiest voor de opbouw via Marco Bouwhuis, maar Zwolle zet meteen druk. Dwingt tot de terugspeelbal en die wordt dan opgepakt door de keeper. En dat kun je beoordelen als een opzettelijke terugspeelbal. En dat doet de scheidsrechter indirecte vrije trap dus voor PEC Zwolle. In de 16 meter van Olympia. Van Hintem breed op Saimak en hij scoort dan de 9-0. En zo heeft PEC Zwolle halverwege de wedstrijd al bijna even vaak gescoord als vorig jaar. Na 90 minuten tegen Olympia. In de tweede helft dan een compleet nieuwe ploeg bij PEC Zwolle binnen de lijnen. Soufiane Moro, een van de nieuwelingen, die kwam over van FC Utrecht. Stef Nijland. Blackson, de linksback. Terug op Moro. Speelde voor de zomer al een proefwedstrijd. Liet toen bij Vlagen aardige acties zien en trekt die lijn nu door tegen Olympia. Houdt bovendien goed het overzicht, zodat Boris Razovic de dubbele cijfers op het scorebord kan zetten. 10-0 aan het begin van de tweede helft. Fatih Touran, de andere proefspeler, naar Razovic. Aardige aanval van PEC Zwolle naar Stef Nijland. Opnieuw Razovic helemaal vrijgelaten. Razovic met het stiftje net naast de goal. Niet alles wat PEC Zwolle aanraakt verandert in goud. Zeker niet in de tweede helft. Waarin dus voornamelijk beloften spelen. En Stef Nijland, ook vrij voor de keeper gezet, net naast. Wat gaat het voor hem voor een seizoen worden? Zijn eerste jaar bij PEC Zwolle is toch niet helemaal geworden wat hij en PEC Zwolle ervan verwacht hadden. Maar nieuwe ronde, nieuwe kansen ook voor Stef Nijland. IJzerman, de aanvoerder van PEC Zwolle, naar Nijland. En nu is het wel raak. Daar is dan eindelijk de 11e goal. Na een dik uur spelen in Hasselt. Dekker. Blackson. Begint aan een lange rush, ontwijkt de tackle. En heeft dan ook nog een prima voorzet in huis. Richting Boris Razovic. En zo is de 12e treffer voor PEC Zwolle een feit. Laatste minuut van de wedstrijd. Rick Dekker, overgekomen van Feyenoord A1 naar Moro. Hier trekt naar binnen. Mooi paasje naar Stef Nijland. Precies op maat. En Nijland blijft cool, bepaalt de eindstand op 0 tegen 13. Zoals je mocht verwachten, een grote overwinning voor de bekerwinnaar. En de selectie heeft ermee voldaan aan de doelstelling van trainer Ron Jans.
We hebben dinsdag een conditietraining in 3 blokken van 13 minuten. En het eerste blok ging het erom met of zonder bal. Nou ja, de spelers willen liever met bal. Dus er moest een verschil van minimaal 10 doelpunten zijn. En dat hebben ze gehaald.